En dat heeft een enorm effect, want het werkt door op een aantal aspecten. Het werkt door op gezondheid. Geldzorgen, als je die dag in, dag uit hebt, zonder pauze, maken gewoon ziek. Mensen krijgen hoofdpijn, mensen krijgen hoge lage rugpijn, mensen krijgen maagpijn, mensen gaan slecht slapen, mensen krijgen hoge bloeddruk. Dus geldzorgen maken ziek. Geldzorgen werken ook door op je functioneren. We weten uit onderzoek dat geldzorgen maken dat mensen meer bij de dag gaan leven. Dat ze vaak vooral bezig zijn om op de korte termijn de problemen op te lossen. Dat leidt er ook soms wel toe dat je op de korte termijn dingen doet die op de lange termijn je eerder dieper in de problemen helpen dan dat ze je ja, verder verkeerde helpen, keuzes maken. Verkeerde keuzes. Ja. En de vraag is wat verkeerd is, want het is de beste keuze op de korte termijn. Ja. En je ziet dat het iets doet met emoties en uh, verlangens. Het wordt veel moeilijker ook om jezelf dingen te ontzeggen. Je wordt eigenlijk mentaal overbelast. Ja. Uh, tegenover jou zitten Linda en uh, Mineke. Uh, jullie leven beide van een AOW en een heel klein uh, pensioen. En, en komen daardoor maandelijks nog maar net rond. Uh, Mineke, hoeveel hou jij over? Ik hou niks over. Ik teer in, maar ik heb altijd gespaard. Maar je teert in. Ja, ik teer in. Ja, af en toe dan kom ik net uit, maar meestal. Uh, ja, ik, ik bekijk het elke maand en dan denk ik ook: oh, ik heb deze maand weer zoveel ingeteerd. Ja, en dat maar bekijk... omdat ik spaargeld heb, gelukkig nog wel. Uh, ja, dan denk ik: ja, op een gegeven moment zal het wel op zijn, hè? Dan is. Uh, het klaar maar ik heb wel uh, mijn energierekening die was 240 per maand is nu uh, 540. 540 dus meer dan het dubbele het is geen 30 procent um, um, ik heb gewoon mijn maandelijks bedrag verlaagd naar 250 maar dan zal ik aan het eind van het jaar mijn wonden yeah. moeten likken dus dat is